Hi, Koningsdag komt aan. Heb jij daar ook zo'n zin in? Oh, ik vind het echt de leukste dag van het jaar. Maar ja, ik hoor je denken, ik ben een dieet, hoe ga ik dat nou doen? De hele dag op pad, hopelijk is het mooi weer, kunnen we lekker langs de kraampjes struinen en zijn er gezellig festivals, muziek. Ik heb daar dus helemaal zin in. Maar je kan prima die dag ook gezond eten. Voorbereiding is alles. Als je even van tevoren nadenkt, hoe ga ik dit doen? En neem dus wat mee. Ik weet wel wat ik mee ga nemen. Ik neem namelijk mijn favoriete reep mee. Die stop ik gewoon in mijn jaszak. En mijn favoriete shake. Die kan in mijn andere jaszak. En dan ben ik overdag gewoon helemaal voorzien van lekker eten. Want in het verleden heb ik dat ook gedaan. Bij zo'n al die lekkere kraampjes die heel verleidelijk uitzien. Het ruikt allemaal heerlijk. Maar je bestelt zo'n klef broodje uit de frituur en bij hap 2 denk je eigenlijk, gans, dit is eigenlijk helemaal niet zo lekker. Maar ja, wel 180.000 calorieën. Nou, dat vind ik dus zonde. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen trek meer. Maar ja, je hebt het gekocht, dus dan eet ik het ook maar op. Nou, dat doe ik dus niet meer. Deze in mijn zak, deze in mijn zak. Lekker de hele dag op pad. En een flesje water gaat natuurlijk ook in mijn tas. Hele fijne Koningsdag. Geniet ervan. Houd mijn socials ook in de gaten voor meer van deze vlogs, meer tips en meer informatie over het 1-op-1 dieet. Laat me in de comments even weten wat jij in je zak stopt. En hoe je dag is geweest. Vind ik ook leuk om te horen. Veel plezier!